en Therese hoor. Zo. Ja, toen zat jouw lijn om en om je achterpoot hoor. Even lady haar riem gewoon even pakken. Dat kan even. Och, haar riem even. Op de helft pakken en dan kan ik die eventjes om mijn nek heen halen. Ja. Even hier rouwen! Ja, hij staat aan. Wat heeft Max gekregen? Mooi balletje. Balletje gekregen. Bij René vandaan. Zitten. Max. 1, 2. Even iets verder gooien, hoor. Pakken! Ja, tuurlijk, en blijft hij drijven. Nou, weer los. Ja. Do. Max, los. Los. Ja, hallo, ik moet toch hier ook kunnen filmen, Do? Blijf dan even hier al een beetje. Even hier deze kant op gooien, want dan kan ik filmen, Do. Ja, gooi dan ook wel even wat beter het water in. Dat hij een beetje kan zwemmen. Do. Ja. Los. Max, pakken. Pak. Ja, dan moet je ook. Wat moet ik zeggen? Ja, dat is lekker. Hij is er helemaal blij mee, hè? Dus hier al een stukje naartoe. Ja. De lijn heeft hij namelijk onder hem door. Even helpen dan, even nu. Ja, maar je moet ze kennen, het ras. Ja, oké, maar... Heel veel mensen schrikken ervan en dat is helemaal niet nodig. Het enige wat eigenlijk ontbreekt is dat je het over kent. Ja. Ja, dan krijg je natuurlijk weer dat je dan daar moet gaan werken. Dan moet je vrijwilligers hebben. Ja, oké. Dat is wat ook normaal aan de kant. We zijn erop status houden. Ja, wat willen we met die mogen heen? Nee. George! Inzet hem daarvoor. Ja, goed. Bij deze hebben we een homo in het roedel. Sorry. Het staat op film. Ja, we hebben een homo. Kijk uit. Doe maar niet. Nee. Mag wel, maar... Het hebben niet overdekt, alleen wat bomen, zou je zien. Ja, nou ja, weet je, met de winter ben ik dat ook al wel gewend. Dan, ja, al regent het, al is het min 3. Uiteindelijk doe je het voor je beestje. Max! En op kou kan je je kleden. Dat wel, en dan is die
zegt een wintervacht onder ja, de gewone vacht? Ja, een husky die vindt het heerlijk met min 3. Oh, okay. Ik kan ze beter met min 3 laten rennen dan met de vergaande. Dat is een beetje waar, ja. Ja. Maar houdt ze wel zwemmen? Ik heb er 2 van mij die houden van zwemmen en die andere niet. Okay. Dus dat is denk ik ook per karakter verschillend. Okay. Maar hij houdt van zwemmen. Oké, dat is wel. En heeft een speciale halsband, dat heb ik gezien. Hij heeft een halsband. Kijk, met een elastiek. Dus wil ik hem pakken, dan zit het ook niet weer op. Ideaal. De een heeft een Kodorski en tuin en ik heb deze halsband. Dat is gewoon ideaal. Oké. Dankjewel. Alsjeblieft. Tot ziens. Zijn we nou klaar? Zijn we eigenlijk klaar? Denk het wel. Laat de haren eens even. Ga ik ook weer op de bank zitten. Ja. Zet hier allemaal. Wat moet je aan doen? Hm? Heb ik het netjes gezegd? Heel netjes. De volgende keer zitten we hier met de wethouder van Den Haag. Nou, die gaat aftreden, heb ik gehoord. Volgens mij wil Richard van Mos wethouder worden. Top. Ja, dat is A, hè? Dan wil ik ook B zien. Ja. Want voorlopig houden ze zich heel stil na me. Maar... George, ben je nou ook aan het doen? George! Open op de vacht, gewoon meer niet. Het staat op beeld. George is nog gecastreerd. Ja, maar goed. Ja. Vind je Max leuk? Je bent ook wel snel een overloper hoor, George. Ja, wordt keijeloers. Nee, ik krijg snel wel gewend dat hij ook overloopt, ja. Hè? Hè? Nee, je krijgt hem niet af. Nee, je zag het net. De dames zaten niet op de letten. Nee. Nee, en ze zijn te moe. Hè? Heb je gelezen? Nee. En ze zijn te moe. Warm, moe. Wie? Terwijl het nou lekker weer is hoor. Ja, ik had wel een lange broek. Jij hebt het lekker wel koud. Nou, gelukkig heb ik een dikke trui aan. Ja, ja, echt. Het was bij mij 10 graden warmer dan hier. Echt bloed heet. Daarna wordt het kouder dan hier. Oké. We moeten de deurtjes weer in de gaten houden. Hey, yep. Oh. Zie je er charmant uit, schat? Hè? Zie je er charmant uit? Die ik? Ja, ja, ja. Hoezo? Gewoon. Lekker schoon. Ja, daarom, precies. Wacht, trek ik nog schone kleren aan met die honden. Ja. Leuke t-shirt ook. Trouwens. Deze heb ik voor jullie niet nieuws aan gehad. Daar is allemaal. Maar hij wordt al lelijk. Ja, maar dat ben jij toch ook al? Zo, dank je. Joey, Kijn. Je weet wie het zegt, hè? Maar mijn haar is plat. Ik heb hele verkeerde haarlak van de Lidl. Maar het werkt echt niet. Nee. Welkom allemaal. Ook maar een kort kopje. Nee. Ja. Ik heb ook kort kapsel. Staat mij niet. Tuurlijk wel. Net op dat ik kaal heb. Roxy. Ga je pakken met je dikke billen. Kom dan! Kaboom. Dan. En nou niet, hè? Nee, en dan ben ik aan het filmen en dan ga je stoppen. En dan ga jij stoppen. Pak dan. Hou vast. Hou vast.
Lady. Dan ben ik aan het filmen en dan ga je stoppen met spelen. Dan ga jij stoppen. Ja, oh. Pak dan. Hou vast dan. Oeh, kiekeboe. Lekker, hè. Hey, kiekeboe. Pak hem dan. Ja. Vasthouden dan. Ah, ik ben ook zo gevaarlijk. Ja, tandje laten zien. Tandje laten zien. Je bent lief. Dan krijg ik allemaal weer kusjes voor jou, meisje. Ik ben ook zo'n gevaarlijke hond. Ik ben zo gevaarlijk. Nee, niet meer. Nou, hoor. Wat is er dan? Ja, wat? Ga het vertellen. Oh. Of niet? Ik hou van jou, hoor. Hi. Lekker koude voedseltjes heb jij, zeg. Heerlijk. Wat ben je ook een lekker ding ook, hè. Hé, meisje. Ja. Doe je niet meer? Nee? Is goed, schatje. Oké, we zijn aan het graven geslagen. Ja. Op een hele mooie zandbult. Dat is leuk. En... Nee, andere kant. Andere kant, Jairo. En... De Texaco is hier weg. Dat is dus nou de Esso geworden. En het was helemaal zwart. Wat, dat, en dat nu witte nu. Ik ga het ook morgen misschien even filmen als het wat lichter is. Maar dat Texaco is weg. Kijk, want daar is het zwart wat je nog kan zien. En dan gaan we weer even door naar graven. Ga graven dan, niet spelen. Ja, ik heb hier al ene hond aan die kant, andere hond aan die kant. Nee, dat werkt. Dat werkt lekker. Dames. Leten, kom deze kant op. Ja. Spieren kweken, Max, kom maar. Spieren kweken, nee. Graven. Graaf dan. Oh ja, spelen, dat is leuker. Ja. Ja, ik kan nu graven als wat je naar mij weegt, maar... Ik wou net een foto maken. Ga jij er ook weer tussenin? Dat is leuk. Hallo. Het is grappig. En toen zat jij onder. Kom, met. Even je lijn.
zand op. Gaan we doen. Ja, spelen is leuker. Spelen is leuker in plaats graven. Ja, kom eens hier, dames. Zo. Wait. Nou, ik zal jullie wat laten zien. Nou. Even wat meer licht hebben. Zullen jullie daar wel kunnen zien? Daar, even kijken. Daar was het eerst zwart met wit. En nu wordt het dus de Esso. En dat Star Mini Market, dat wordt dus de Spar. Ja, kom, lopen. Ik ga even uitzoomen. Ga even een lekker blokje om, even kijken of we het zaag te halen. Ja, kom, dames. Ja, dan moet jij ook maar, kom. Deze kant op, deze kant, deze kant, deze kant. Goed zo. Ja, kom. Ze zijn volop bezig. Ja, dames. Nee. Die kant op. Hey. Nee. Die kant op, ja. Nee. Die kant op. Wachten. Wachten. Hey. Nee, die kant op zeg ik. Kom. Ga die kant op. Zo, hè? Ja, die kant lopen, ja. Die kant lopen. Wellust. Het wordt de Esso, het wordt de Esso. Kijk, dat wordt leuk, dat wordt de Esso. Nieuwe prullenbakjes ook, of niet? Wordt dat ook nieuwe prullenbakjes? Ik weet niet, geen idee. Maar alles was als hier, die hele rand was zwart. Was helemaal zwart. Dus. Zo, ik heb wat voor Max gehaald bij de visboer. Dat gaat Ro nu uitpakken. Laat het wel even zien, vind ik leuk. Dat is weer hier. Lekker. Ja. Vers en lekker. Oeh. Leg hem, gewoon van, juist. Moet je daar ook mee, hè? Het stinkt zo lekker. Alles zit er nog in, hoor, in zo'n vis. Okay. Zo wat, volgens mij. Ja, is van jou. Ja. Ga maar pakken. Ach, joh, Ro, kom. Hartstikke idee. Mazzel. Jij voorzichtig. Kijk, nu pakt hij hem, anders niet. Zie je het verschil? Blijf lekker onder zeggen. Het is een lekkere Max. Het stinkt lekker, maar joh. Gelukkig is het geen geurenvlog, maar mij. Nee.
Ja, ze voor jou. Ga maar eten. Visje? Nee. Dit zal ook trouwens heel goed zijn voor Frodo. Wat denk je, hoeveel vitamine zou hierin zitten? Hallo. Je weet even niet wat je ermee maken moet, hè, vriend? Met zo'n vis. Het is een dode vis hoor, ik weet niet. Ik weet al hoe hoe deze vlog gaan noemen. De honden aan de vis. Vis aan de hond. Hond aan de vis. Wat doe je er lekker rustig mee, Max? Zo, hè? Mm-hmm. Ik denk, nou, dat is hapslik weg. Oh, er zijn ook honden, huskies, en die er helemaal overheen gaan rollen, hè? Dus berg je maar even. Ja? Oké. Waarom moet ik in vredesnaam beginnen, denkt hij. Dat zeg ik, volgens mij zit er nog heel wat in. Ja. Maar dat is juist ook goed voor ze. Maar er zit en geen graad meer in. Dat halen ze weg. Lady en die heeft dit in het begin gehad. Mm-hmm. Maar toen haalde ik het ook nog echt uit Scheveningen vandaan. En toen was het nog wat duurder ermee uit. Maar voor €4,50. Mm-hmm. Dus dat is niet zo heel duur. Dus dan kan ik dit wel even wat vaker halen, weet je? Eén keer in de maand of zo. Mm-hmm. Zomaar een doorsnee vraag. Ik zou mama zo meteen straks bellen thuis. Mam, als u eens een keertje naar de vishandel gaat, gewoon eens een keer een vis halen met koppen al. En dat dan aan Frodo geven. Is goed. Het is ook goed voor en voor Bonno, dus smakelijk eten, smakelijk eten. Hap, hap, hap. Hap, hap, hap. Dat zal lekker smaken. Nagaan zeg. Ze gewoon eigenlijk allemaal doorbijten. En hoe zo'n vis aan de binnenkant eruit ziet. Eigenlijk wel grappig om dat zo'n keertje te zien. Dit stinkt, maar. Ja, waar moet je nou beginnen, hè, Max?
Alleen een Max-vlog, dat is ook leuk. Max aan de vis. En dan alleen de Lady Lovely vlog. Je bent er al 8 minuten mee bezig, vriend. Ik weet echt niet hoe die dit moet hebben. Sorry, het is een beetje onsmakelijk hè, voor de mensen om ons heen. Maar als je het lekker vindt. Ja, visje hè. Ik pak wel even wat water of zo en dat ik wat water kan pakken hier. Als hij water wil. Maar laat hem niet met de vis naar binnen gaan. Nee. Ja, lekker water. Dat is lekker water. Wat ga jij nou doen dan? Lekbek. Lekbek. Max. Hey, Max. Hoi. Naar mijn informatie gaat de 5 maanden nu in dat jij Max hebt. Ja. Hoe gaat dat? Vertel. Ik vind het goed gaan. Max doet het rustig. Veel vriendjes, vriendinnetjes in de buurt. Ja. Heel sociaal richting andere honden. Er zijn 1 of 2 honden die met geen enkele andere hond overweg kunnen. Dus ook niet met Max, dus dat is een beetje oppassen. En Max geniet niet lekker van een visje. Ja, die we in de vlog hiervoor hebben kunnen zien. Ja. Want dit wordt er gewoon achteraan geplakt gelijk namelijk. Oké, nee, dat is goed. En Je hebt ook van de week een interview met Denise ook over Max gehad. Ja, dat Max heel erg veranderd is. In wat voor opzicht? Nou, hij was een beetje schuw. We hebben op die husky meeting in Alphen, dacht ik. Of dat, Velsers, het? Ja, hij was een beetje bang van andere huskies. Maar dat is... Even daarvoor weer gaan, dat speelbijtje. Dat is helemaal opgenomen in de roedel. Helemaal happy daar met de andere huskies. En er is 1 klein hondje, een Jack Russell. Daar is hij helemaal gek mee. Ja. En dat interview met Denise, dat kun je ook bij plakken? Of, Ja, kan, maar ik doe hem dan sowieso 2 keer. Ja, oké, dat is goed. Prima. Dan plak ik hem hier ook na vast. Ja, dan kunnen we tenminste meteen doorkijken. Juist. Oké. Nee, die vond dus een hele verandering van, ten goede van hoe hij zich ontwikkelt, zeg maar, emotioneel. Ben je nou met hem in die kop bezig trouwens? Ja, joh. Okay. Ik ga even filmen. Hij is met hem in de kop bezig, hoor mensen. Knaag. Ja, hoor, meneer is met de kop bezig.
Zo, er blijft ook echt helemaal niks van over, hè? Hij vindt het lekker. Nee, er blijft echt helemaal niks van over, hè? Nee. En bij welke vishandel hebben we deze vandaan? Bij het Mercado Centrum. Wendy's Beet. Wendy Beet. Wendy's Beet. Ik zal eens even kijken of en of zij een website heeft. En dan zal ik hem even hier al even onder zetten. En sowieso ook in de vlog van mijn meiden, als ze zo meteen straks vis krijgen. Want dit wordt twee verschillende vlogs namelijk. Okay, dat is toch een Max Vis vlog en een Lady Lovely Vis vlog. Komt maar uit. Lady Lovely en een Liz vlog. Vis vlog. Lady en Lovely en de vis. Vis vlog. Ja, dat is grappig. Ja. Maar je bent wel blij met de vorderingen die je dus nu allemaal al doet. Met het naslopen en zwemmen, want dat deed hij ook volgens mij niet naar mijn info wat ik heb gehoord. Nee, nee. Het heeft een keer geregend toen ik hem net had. En toen was het van nou, wat is dat voor natters? Mijn poten worden nat. Ik hoef dat niet. En nu, nu het warmer weer is, ziet die Lofie dus het water ingaan. En dan gaat hij zeggen, oh, ik wil ook het water in. Ja, en moet dan hij ook een doel hebben of niet? Of gaat hij er zo in? Hij gaat er zo in, maar blijft een beetje langs de kant wandelen. En als je een stokje hebt of zo, dat gooi je iets verder het water in. Dan gaat hij op dat stokje hebben, gaat hij een stuk zwemmen. Oké, en dus, in het park, en daar hebben we ook, daar hebben jullie dus ook, wij... hebben we dus ook een vijvertje. En als jij dus naar de overkant toe gaat, en dan zwemt hij ook naar de overkant, heb ik begrepen? Ja, als je hem dus een beetje aanmoedigt van nou kom maar, dan wil hij nog wel eens overzwemmen. Of hij loopt het bruggetje over en dan vraagt hij nou kom eens even terug, nou, dan komt hij terug zwemmen. En deed hij dat ook in het begin? Of? Nee, absoluut niet. Nee. En als je hem riep? Kwam je dan of moest je nog een paar keer erachteraan of hoe zat dat? In het begin moest ik hem echt na een jaar van liepen mensen met honden. Nou, als ik hem losliet, dan ging hij er gewoon achteraan. Niet terugkomen, niks. En tegenwoordig kan je hem roepen en dan komt hij naar je toe. Oké, dus dat zijn al... Dus dat is wel een flinke vooruitgang. Ik krijg altijd een stress van, oh Max is los, wat gaat er gebeuren? Andere honden waren interessanter. En want wanneer is Max bij jou in huis gekomen? Eind januari. En het is vandaag? Nog begin juni, 6 juni. Oké, dus dat is al een hele goede vooruitgang dus. Ja. Dus jij bent ook happy? Ik ben ook happy. En hoe gaat het contact tussen jou en de baas? Dat loopt via de messenger. Ja. En je kan vragen stellen en prima. Oké. En hij heeft ook interesse in Max? Ja, hij is een paar keer langs geweest om even te kijken. Ja. En Max was helemaal blij dat hij baas weer zag. Met likken en dergelijke en erbij willen zitten. Op de bank. Hé Max? Nou, dankjewel voor deze interview. Ja. Maar ziet u dat mijn opvanghond Max ook meedoet? Ja. Die wordt helemaal opgenomen door jouw roedel. Roedel. De grote en roedel. En George. George is ook een... Een mini-roedel. Mini-roedel Husky. Jack Russell. Jack Husky. Die is helemaal gek van Huskies. Hoe komt dat zo? Hij speelt heel veel met die van mij. En hij is gewoon op een of andere manier helemaal weg van de Huskies. De manier van spelen, want huskies kunnen natuurlijk heel druk spelen. Ja. En terwijl ze er eigenlijk, kijk als er iemand dit ziet, denken ze, oh ze zijn aan het vechten. Maar voor hun is dat heel normaal. En George vindt dat geweldig. Oké. Nou, dat klinkt goed. Ja. Maar je moet ze kennen, het ras. Ja, oké, maar... Heel veel mensen schrikken ervan en dat is helemaal niet nodig. Nee. Ja. Maar je hebt dus speciale tagages, zo gezien? Ik heb uit voorzorg, dus broer en zus. Ja. En ze hebben nog nooit iets gedaan, maar ik vind zo'n open veld, niemand hoeft bang te zijn. Ja. En er komt natuurlijk van alles, van klein tot groot. En ik wil gewoon zelf niet. Je ziet vooral met zo'n roedel, dat het is er dan niet één, er lopen er zeven. En ik wil gewoon geen gezeur. Ik wil dat iedereen gewoon welkom is op een veldje. Ja.
Dus vandaar, maar vooral broer en zus, dat neemt het voor elkaar op. Ja, oké. Okay. Dus het is eigenlijk meer mijn, ja, zwakte, ja, hoe wil je het noemen? Ja, voorzorg, veiligheid. Voorzorg, ja. Maar ik zeg, ze hebben nog nooit iemand gedaan. Ja, een eend gedood, maar okay. Die komt je niet. En maar je hebt Max voor het eerst gezien bij Snow Planet. Ja. Wat is het verschil tussen vorig jaar en nu? Nou, er is zoveel vooruitgang gekomen in Max. Ja. Dat merk je gewoon. Weet je, in het begin was hij heel schrikkerig. En nu, hij komt vrolijk het veld op rennen. Hij speelt lekker met iedereen, groot of klein. Nee, je ziet echt dat het een heel ander hond is geworden. Okay. Echt fantastisch hebben jullie dat gedaan. Inmiddels worden we nat gespoten achter ons. Ja, ook lekker. Lekker fris. Ja. Maar kijk, zo'n veldje hier. We hebben een... In de buurt van ons een hele lange groenstrook. Maar daar kunnen geen hek omheen helaas, dat is wel jammer. Ja. Dat het een ecologische zone is. Ja, dat schiet niet op. Maar ik had begrepen dat er iets van 11 miljoen of zo euro's aan hondenbelasting per jaar binnenkomt. En daar kan geen veldjes vanaf. Nee. Dat is wel jammer. Ja, ik weet in Den Haag is dat geloof ik tegen de 4 miljoen. Mm-hmm. Okay. En er kan geen hondenbelasting vanaf. Ik weet wel dat Groep de Mos bezig is om hondenbelasting af te schaffen. Groep de Mos, ja precies. Dat willen ze dan doen in 2021. Nou, ik heb dan zoiets van, doe het gelijk in 2019. Want heel veel steden, net zoals Rotterdam, die hebben het al niet meer. Ja, alleen hondenbelasting meer. En ik moet je wel heel eerlijk zeggen, als Hagenaar, ga mij maar eens uitleggen waarom ik het nog betaal. Als ik al 4 jaar lang 3 keer in de week buiten Den Haag monden laat rennen. Oké. Okay. Het is makkelijker. Dat is makkelijker. Dus, maar je gaat dus... assistentie erbij gekregen. Ja, dus zomaar met je auto gaan aan het rijden om daar ergens anders... Ja, naar Veldjes. De ene keer gaan we naar Voorburg, de andere keer gaan we naar Rotterdam. Okay. Hallo Jord. We zijn laatst geweest in Berkelrode Rijs, hebben we ook een leuk veld. Ja. Kom eens hier. Het is net wie gaat er mee en waar spreken we af. Okay. Maar dat doe ik eigenlijk al 4 jaar. Oké, maar dat is dus extra kosten voor jou aan verbonden. Ja. Terwijl je gewoon hondenbelasting betaalt in daarna. Ja. Ja. En ik krijg er eigenlijk niks voor terug. En ik ben misschien voor mijn honden 600 euro per jaar kwijt aan benzine. Ja. Om ze ergens te kunnen laten rennen buiten Den Haag. We hebben de dijk in Monster. Dat is eigenlijk 6 minuten van mijn huis. Ja. Maar ook daar kunnen mijn honden niet, want er staan door een sloot en daarna staan de schapen. Oké, ja. En dat is weer jagen. En dat is weer jagen. Oké. Ja. Dan blijft er eigenlijk weinig over. Weinig over. Ik heb echt zoiets nodig. Ja. En daarvoor schaf ik ook, bij deze ga ik 2019 de hondenbelasting stopzetten. Okay. En laten we maar eens met een reden komen waarom ik de hondenbelasting moet betalen. Oké. Maar je had het net over van oké, je hebt hier een roedel, zeg maar, ja. Op een veldje. En andere honden kunnen van buiten af door dus met begeleider door die sluisjes heen komen. Is er dan niet de kans van nou, we gaan er met z'n allen op afduiken om het veld te verdedigen of iets anders? Nou, ik denk meer allemaal nieuwsgierigheid. En dan merk je natuurlijk, kijk, ik heb er dan nu 3, maar nu staan we met 7. Dan gaan ze alle 7 op 1 hond af. En dat snap ik ook wel. Voor die andere persoon is dat natuurlijk schrikken. Zou hun alleen maar nieuwsgierig zijn van, hey, leuk, er komt een nieuwe binnen. Ja, okay. Dus wat ik altijd probeer is op te letten, dan hou ik automatisch mijn honden heel even vast. Ja. Zodat die persoon rustig binnen kan komen. Ja. En dan meestal laat ik ze 1 voor 1, laat ik ze pas los. Maar niet allemaal tegelijk. Nee, tegelijk. Verstandig, ja. Want ja, ik snap ook best wel, als jij het niet gewend bent. En er komen er ineens 7 op je afrennen. Dan, dan schrik je. Ja, okay. Zou ik ook hebben. Ja. En honden die doen wel eens wat op een veldje. En dat ruim je dan op. Dat ruim je maar op. Is dat dan niet, er blijft altijd wel iets liggen. Is dat niet onder je heen? Nou, ik probeer altijd zoveel mogelijk te pakken, al moet ik het gras erbij pakken. Okay. En hier staan ook heel netjes spullenbak omheen, hangen zakjes. Los, lady. Kijk eens, lady. Kijk eens, lady. Loffie, kijk eens hier. Kijk eens hier. Alsjeblieft. Maar dat is wel lekker. Laat maar eten.
Lovely eten. Ja. Ga maar eten. Ja, dat is lekker. Ja, je gaat daar maar liggen ook. Prima, meisje. Als jij hier wil liggen, je doet je best maar. Dan doe ik toch even mijn haar, mijn deur even op de haak. Is gezond voor je, meid. Oh, Lovely, die weten wel raad mee. Ga. Nee. Jij hebt je eigen, kom. Ga eten. Jij hebt je eigen, kom. Is voor jou, meisje. Het niet, Miel. Dan heb je een probleem. Lily, vis, eten. Is goed voor je. Zullen we mama een beetje hier naartoe halen voordat het zo meteen beneden valt? Kom, deze kant op, kom. Met die vis. Zo. Ga maar eten dan. Lovely wel, hè? Vreedbunker. Lady, ga eten dan, visje. Visje is lekker, hè? Goed voor jou. Ga maar eten. Eet het dan. Eten. Ga maar visje eten. Nee. Maar eten. Die. Ga je visje eten dan? Graag of graag hoor. Ga eten dan. Ga je visje eten dan? Kijk eens, meisje. Goed voor je. Nee, ga je eigen vis pakken. Niet met.
Dan gaat mama eens een keertje lekker op tijd met jullie lekker leuk plasje poep doen en alles. Ik heb mama ook op tijd naar bed. Want mama heeft morgen heel veel werk te doen. Post ophalen. Twee pakketjes. Ja, in de buurt. Lady, als jij het niet moet en dan mag Loffie hem hebben, hè? Zo meteen. Ja. Ja, ik had mama namelijk gebeld en die durfde toch niet. Oh. Misschien dat jij haar straks een beetje over kan halen. Lekker hè, zo'n vis hè, Lof? Moet er niks van hebben, maar... Ik ga je gelijk even plukken. Mag dat? Jawel, hè. Kijk. Nee hoor, is geen husky. Nee, is geen husky. Lady, kijk eens hier. Visje. Schat voor je. Is goed voor je, meisje. Nou, Loffie en die weten wel raad mee hoor, en met de vis. Met kop en al. Oké. Ja, die wel, lady. En die is iets van mot dat nou. Ik heb er helemaal geen zin in. Is dit wat aanmoediging nodig? Lady, visje vis. Hè? Maar ik vind het ook niet echt denderend, het moet een beetje aanmoedigen. Ja, eet hem lekker op, die oogding. Kom.
vleugel op, kom. Ja hoor, mijn vrouw en die heeft de eerste oog op, godverdamme. Okay. Eeuw. Eeuw. Een oog op. Ja. Leet die. Kijk eens. Hey, dit. Hier, een visje. Oeh, lekker. Kijk. Hey. Kijk eens hier. Oeh. Hi. Moet je die vis niet? Nee. Jij wel, hè? Hallo, vis. Jij wel, hè? Stinkbeesten.